Ballistic Brass. Gepresenteerd door Matthias Michelsen. En Adrie Berends. Ja, de microfoon doet het in ieder geval wel. Ja, sta je één keer niet op je vertrouwde plek en ja, dan gaat het gelijk allemaal mis. Echt ongelooflijk. De uuropener die wou niet automatisch starten en nou ja, goed. Het is uiteindelijk allemaal, we zijn er. Daarom, en natuurlijk weer gewoon een uurtje zoals je gewend bent van ons. Veel muziek, natuurlijk ook het aantal nieuwsberichten wat weer voorbij komt. Want ik weet niet of jij doorgekregen hebt, maar de... Nee, ik zag net wat op Twitter voorbij komen. Nou, de agenda begint weer vol te raken volgens mij. Ja. Zo nu en dan krijg je weer eens een berichtje van Oranje volgens mij. Die is afgelopen week al naar Borne geweest. Daar hebben zij de eerste keer hun show opgevoerd, volgens mij weer in het nieuwe seizoen. Dat weet ik niet zozeer, maar in ieder geval een eerste optreden. Laten we het daar dan op houden. Laten we het daar op houden, of het nou show of mars is, dat maakt dan niet uit. Het is een optreden. Nou, er zijn wat showthema's bekend nou ja, gepresenteerd, zeg maar. Dus wat dat betreft zeker genoeg nieuwsberichten. Zeker genoeg te melden. Natuurlijk ook nog de track van de week. Er kan nog steeds gestemd worden op de track van de week die op dit moment nog steeds online staat. Je kunt dus kiezen tussen Wackles Groove, die hebben we vorige week gedraaid, van Alice Musica. En anders stem je op de TKBW en dan op de Seven Seas. Zoals het er nu naar uitziet, hebben we één overduidelijke winnaar. Gaan we nog niet zeggen wie? Nee, dat gaan we niet zeggen. De mensen moeten eerst zelf maar even stemmen. En anders, als ze dat al gedaan hebben, kunnen ze zelf ook zien wie tot nu toe een overduidelijke winnaar gaat worden. Ja. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Want ja, het onmogelijke is niet onmogelijk. Dat zeker niet, nee. Dus wat dat betreft, er kan nog heel veel gebeuren. www.ballisticbrass.nl. Dus als je nog even je stem uit wilt brengen, dan kan dat nog. Ja, en nou, laten we gaan deze uitzending zo beginnen met muziek. Maar ik wil toch nog eerst even mijn linkerhand bedanken voor een heerlijke warme begin van de maaltijd. Zodat ik ook toch volledig fris hier kan beginnen aan dit uur. Hè? Ja, zonder meer. Nou, dat bedoel ik. Dus bedankt bij deze. Ja, voor iedereen bedankt die, voor het bedanken. En gaan wij lekker naar muziek luisteren. Wij gaan naar muziek luisteren. Example uit Empel. En zij gaan voor ons spelen Olympic Spirit. Nummer War van Advendo uit Snake, want deze cd wil niet. Of het aan de cd ligt of aan de speler, gaan we zo achterkomen.
War. Dus een nummer uit de film Rocky, als ik mij niet vergis. Nee, je vergis je niet. Dat is inderdaad Rocky nummer 4. En dat was van Advendo uit Sneek. En ondertussen hebben we ook aan de telefoon Bart, goedenavond. Hey, goedenavond. Ook van Advendo. En ja, we bellen even in verband met het persbericht wat je ons vorige week al hebt toegestuurd over de showavonden. We hebben het vorige week even genoemd voor de mensen die het gemist hebben. Wat houdt nou een showavond bij Advendo precies in? Ja, het is eigenlijk een mooi begin eigenlijk van het seizoen. Het is eigenlijk een beetje de kickstart van het seizoen van Advendo eigenlijk. Waarin op één avond, nou eigenlijk op twee avonden eigenlijk, alle groepen binnen de Advendo Corps Sneek laten zien waar ze de hele winter heel hard aan gewerkt hebben. En met name ook natuurlijk de shows van Advendo Senioren en Jong Advendo, die ze uiteindelijk in het land gaan laten zien. Dus het is eigenlijk een mooie start van het seizoen. En dan weten we natuurlijk van vorig jaar nog dat er na het WMC, de eerste showavond, behoorlijk wat nieuwe leden ook in de korpsen naar voren zijn gekomen. Hoe is dat dit jaar? Is het wat meer gebleven zoals het was? Of ook toch alweer een hoop nieuwe leden die voor de eerste keer zo'n showavond gaan meemaken? Op zich valt dat wel mee. Kijk, de aanwas komt natuurlijk van onderaf. Dus ik denk zeker dat als je praat de opleidingskorps als de Music It, daar zit altijd weer een heel groot deel nieuwe leden in. Dus die hebben inderdaad hun eerste geuniformeerde optreden voor ouders en opa's en oma's. Als je kijkt naar waar we vorig jaar natuurlijk mee te maken hebben gehad, de grote hoeveelheid overgangers van uiteindelijk Jong Advendo naar de senior en daardoor ook vanuit de Music Kids naar Jong Advendo, dat is dit jaar niet zo extreem als vorig jaar, gelukkig. Dat moet je gewoon niet te vaak hebben, want dat kost natuurlijk heel veel extra tijd en energie om dan je showproduct snel weer op niveau te krijgen. Ja, want het zal natuurlijk ook betekenen dat de showavonden, die staan natuurlijk in het teken van de shows die gebracht gaan worden. Betekent dat ook dat er nog een primeurs bij gaan zitten die avonden, dat het echt nieuw is voor het publiek? Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, de shows op zich zijn natuurlijk nieuw voor het publiek. Er is natuurlijk altijd wel publiek aanwezig die de tijd neemt om een keer een sporthal op te zoeken en een keer in het weekend bij een repetitie te gaan kijken. Maar voor de meeste mensen die vrijdag of zaterdag gaan kijken, is het nieuw. En zoals we altijd proberen op een showavond, doen we iets aparts, iets unieks. Of inderdaad, we hebben een primeur. En die hebben we ook. Oké, en kan je daar iets over vertellen? Of is dat nog echt een blijft het een primeur tot op de avonden zelf? Ja, absoluut. Ja. Oké. Ja, daarom noem ik het ook even. Ik zou het natuurlijk dolgraag vertellen, want het is echt wel uniek en heel leuk. Ja. Maar ja, dan geef ik het weg. En we hebben dat met z'n allen zo lang volgehouden, dus dat moet nu ook nog maar eventjes zo. Een kleine tip dan? Een klein tipje, dan maak je het me heel lastig. Nee, daar zijn wij voor. Ik ben zo bang dat ik het weggeef. Ik ga het niet doen. Ik kan alleen maar aanraden, ben je echt nieuwsgierig, kom dan vrijdag 17 april de show aan te zoeken. En dan ben je met nog een hele hoop andere mensen een van de eerste die primeur gaat zien. Want zaterdag, de tweede dag, is het natuurlijk eigenlijk geen primeur meer. Want dan is het eigenlijk al voorbij. Want dan weet de meeste het wel. En dan gaat social media ook zijn werk doen. Dus zaterdag is eigenlijk al geen nieuwtje meer, denk ik. Oké. Okay. Nou, voor de mensen die dus willen komen, die moeten dus gewoon de eerste avond gaan komen. Misschien even goed om te zeggen, als ze willen komen, waar kunnen ze naartoe? Vanaf hoe laat zijn ze welkom? Nou, ze zijn welkom uiteraard op 17 of 18 april. De avond begint officieel om 19:30, maar de zaal gaat al open om 19:30. En de showavond vindt plaats in de Sneker Sporthal aan de Van Giffenstraat nummer 3 in Sneek. Dus dat is makkelijk te vinden. En is het gewoon een gratis bijeenkomst? Nee, het is helaas, dat kan tegenwoordig niet meer. We maken toch wel een hele hoop kosten om het een hele innoverende avond te maken. Dus er zijn wel kosten aan verbonden, maar in dit geval voor slechts €8,50 een garandeerd mooie avond. Ja, nu gaan alle onderdelen daar zich laten zien, hè? Nu weet ik dat Advendo ook een onderdeel bij de jeugd heeft bestaande uit, daar ging mijn microfoon, uit Colleguard-achtige meiden. Ja. Hoe gaat zich dat presenteren? Gaat zich dat apart ook presenteren? Want ik vind dat toch altijd nog heel bijzonder hoe dat bij jullie werkt.
Ja, nou ja, leuk dat je ernaar vraagt. Ze gaan zich zeker apart presenteren. Uiteindelijk hebben wij drie Color Guard groepen. We hebben de Show Kids, de Show Girls en we hebben Advanced. Ze hebben alle drie afgelopen maanden eigenlijk meegedaan in de contestserie van het CGN. Ja. En eigenlijk dit jaar alle drie ook met echt gewoon hele goede resultaten en heel veel succes. Dus de mensen die dus uiteindelijk niet een van de contests hebben bezocht, ja, die zitten echt wel te wachten op de showavond om dan uiteindelijk dat product ook een keer zelf van dichtbij te zien. En het is ja, echt een leuk stukje werk, de shows dit jaar. Wat dat betreft leuk om het te laten zien. En misschien mag ik van de gelegenheid gebruik maken, maar het is ook wel leuk om te vermelden dat ja, voor ons is het wel uniek dat uiteindelijk onze Show Kids dit jaar voor het eerst met de overall prijs er vandoor zijn gegaan. Nou, daar waren we natuurlijk apetrots op. Ja, en terecht. Ja, want ik zei al, ik vind dat altijd een beetje bijzonder bij jullie. En zeker als ik dan naga. Kijk, ik weet een aantal jaar geleden, toen spraken we, ik geloof dat het toen met Mark en wie zaten hier toen nog meer? Ja, Richard. Ja, Richard natuurlijk. Die zaten hier toen aan tafel en die zeiden toen van ja, het werkt bij Advendo altijd zo. Als je showkids wordt, dat kan wel. Maar op een gegeven moment kom je op de leeftijd dat je naar de senioren over kunt. En dan zul je toch een instrument moeten gaan bespelen. Alleen in die tijd waren de showkids ook nog niet zo ver ontwikkeld dat ze aan CGN-wedstrijden meededen en dat soort dingen. Zijn jullie er bij Advendo ook mee bezig om te kijken van goh, hoe kunnen we dat ook bij de senioren misschien toch een plekje geven? Of dat jullie een aparte Color Guard groep gaan hebben die tot hogere leeftijd daar is, zeg maar? Nou ja, goed, die is er in principe. Je moet het eigenlijk zien. Je hebt, als je praat over de groepen, je hebt dan de jongste groep is de Show Kids. Dan heb je in feite de showgirls. Dat zijn eigenlijk ook de dames die samen optreden met Jong Advendo. Ja. Eigenlijk op het moment dat je dan over zou gaan, als je 16 of ouder bent, dan ga je over naar de senioren. Dat gaat voor muzikanten, is dat dan wat makkelijker. Maar ben je dan showgirl, ja, dan houdt het eigenlijk op. En daar is het eigenlijk nu een groep bijgekomen, dat heet Advanced. Dus op het moment dat je klaar bent als showgirl, dan ben je dus 16 jaar of ouder, dan kan je kiezen om verder een carrière te gaan doen bij Advanced. Ja, kies je daarvoor? Maar wil je ook bij wijze van spreken toch dat instrument blijven bespelen bij de senior? Dat kan dan ook. Alleen dan moet je gaan dubbelen, zoals dat heet. Ja, ja. En dat is wel pittig. Want ja, je zal shows moeten oefenen. Ja. En je zal met Advanced willen meedoen. Er zijn een aantal die daarvoor kiezen. Maar het is niet de makkelijkste weg. Nee, precies. Maar als ik jou zo hoor, het is wel altijd nog de weg van je zit bij Advendo. En dat is uiteindelijk toch een spelend orkest. Dus als je showgirl bent, dan ben je eigenlijk ook sowieso een muzikant. Of zijn er ook echt alleen showgirl? Nee, zo is het niet. Nee, uiteindelijk, dat houdt. Je kiest eigenlijk voor, wij zeggen wel eens, de muzikale carrière of de danscarrière. Ja, precies. Alleen als je ben je senior, dan heb je nog de gelegenheid om daarnaast toch het dansen ernaast te blijven doen. En dat kan dan bij Advanced. Maar ja, je ziet eigenlijk niet dat showgirls separaat nog muziek maken. Nee, precies. Dus het is of showgirl of muzikant. Ja, ja, nee, ja. Duidelijk. Maar je ziet nu bijvoorbeeld nu wel in de allerjongste categorie, daar hebben we bijvoorbeeld op dit moment een paar die zijn showkid, maar die spelen inmiddels al een instrument bij Jong Advendo. Dus die combineren dat. Dus het is ingewikkeld soms en het is ook wel eens een zware belasting. Maar ja, goed, ze zijn erg gepassioneerd. Ja, en als je dat bent, ja, dan kan je dat ook wel combineren blijkbaar. Ja, hey, en dan nog even een ander vraagje. Hè? Want jullie hebben nu twee avonden voor die showavond gebeuren. En bij mijn weten wordt het elk jaar toch nog weer druk tot beter bezocht dan het jaar ervoor. Is het niet eens een keer wat om na te denken over een grotere locatie, zodat je weer op één avond gewoon heel veel publiek hebt? Ja, daar hebben we uiteraard ook wel eens over nagedacht. En dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Laat ik beginnen met het voordeel van deze locatie en twee avonden is dat we natuurlijk inmiddels ingespeeld zijn op het inrichten en het gebruiken van deze ruimte. Dus onze materialen zijn erop afgestemd, dus we weten eigenlijk heel goed onze weg. Ja. Dus we kunnen in de korte tijd die je tot je beschikking hebt die zaal heel snel optuigen tot van een sporthal veranderen in een theater. Ja. En ga je natuurlijk naar een nieuwe locatie, zal het allemaal opnieuw moeten. Daar hangt soms ook nog wel eens andere huurprijzen aan vast. Waardoor je dus misschien wel gedwongen bent om
de kaartverkoopprijs omhoog te gaan trekken. Want je wil natuurlijk als vereniging geen geld op toeleggen op zo'n evenement. Dus er zitten wel een hoop risico's aan. En voorlopig is gebleken dat de combinatie Adventure Corps Sneek met deze locatie, dat is gewoon een match. Dus vandaar dat we eigenlijk nog niet die stap hebben durven zetten. Nee. Maar wie weet in de toekomst. Het is niet uitgesloten. Ja, absoluut. Ja, wie weet als er een keer een mogelijkheid is om op een andere mooie plek, op een unieke plek iets te gaan doen. Moet je dat zeker niet uitsluiten. Dat zou ook typisch iets voor Adventure zijn om het op een gegeven moment weer compleet over een andere boeg te gooien. Maar tot voor kort is dit eigenlijk gewoon een succesformule. Ja, die durf je dan niet zo snel overboord gooien. Nee, snap ik. Als we het compleet over een andere boeg te gooien hebben. Een vraag van een oplettende luisteraar. Zijn de instrumenten al verkocht? Nee, nog niet. We hebben wel een aantal hele geïnteresseerde partijen inmiddels aan de telefoon gehad, CQ mailtjes van gehad. Oké. Okay. Want het heeft nogal wat reuring veroorzaakt, dat klopt. Ja, nou ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Want zo in één keer besloten om alles maar weg te doen? Ja, we willen op een gegeven moment misschien wel eens gaan investeren in wat nieuws. Nou, we hebben geleerd dat als je dat wil doen, dan moet je eerst zorgen dat je het andere spul ook kunt verkopen. Dus laten we daar eerst eens heel voorzichtig mee gaan beginnen. En als we dan een serieus bod hebben, dan kunnen we eens verder kijken of we dan inderdaad ook geld hebben om in wat nieuws te gaan investeren. En dat is niet een van de primeurtjes die 17 en 18 april worden tentoongesteld? Dat was even de reactie op Corvusie. Ja, uiteraard snap ik de link, maar ik heb gezegd dat ik over primeurs geen uitspraken doe. Nee. Dus ook deze niet. Dat is niet positief en ook niet negatief. Het is geen ja, het is geen nee. Oké, nou, dat kan dus alle kanten nog op. Mensen nu echt nieuwsgierig worden, dan moeten ze gewoon even gaan komen. 17 en 18 april in Sneek. Dus €8,50 kosten de kaarten volgens mij. Ja, klopt. En enig idee, is alleen aan de kassa te koop of kun je al voor in tekenen dat je... Ja, dat kan nog. Tot en met 10 april kan je gewoon via de website van www.advendo.nl kan je gewoon kaarten bestellen online. Ja. En lukt je dat voor die tijd niet en besluit je toch op het allerlaatste moment, dat zou dan in dit geval na 10 april zijn, dan kan je uiteraard nog gewoon een kaartje aan de kassa kopen bij de sporthal. Geen enkel probleem. Nog niet uitverkocht? Zaterdag bijna. Okay. Vrijdag, daar hebben we nog een beetje ruimte. Ja, wat ik wou zeggen, want stel nou dat ik aan de kassa sta en het is vol, dat kan dus. Kan zeker. Ja, kom ik helemaal uit wezen? Het is over het algemeen een hele populaire avond en die gaat echt heel hard. Ik heb de laatste stand niet, maar het gaat echt heel hard. En vrijdag blijft iets ver achter, maar daar weet ik dat daar, eigenlijk uit ervaring, dat daar nogal wat lange kaarten beschikbaar blijven. Dus mocht je echt een voorkeur hebben voor de zaterdag, dan zou ik zeggen, vanavond nog boeken. Ja. Ga je voor de vrijdag, dan kan je het risico nemen om misschien nog aan de kassa een kaartje te kopen. Maar goed, dat is op eigen risico. Daarom, je kan beter maar zeker weten en vooraf, dan weten jullie ook waar je aan toe bent. Bart, hartstikke leuk dat we je even mochten interviewen. En wij zeggen gewoon heel veel succes met de verkoop van de instrumenten. Maar natuurlijk ook heel veel succes op de showavonden van 17 en 18 april. Wij zien op Facebook of op Korpsmuziek wel weer hoe de avonden zijn verlopen en wat de primeurs waren. Ja, absoluut. Mannen, bedankt dat we wederom eventjes aandacht hebben mogen besteden aan onze avond en jullie programma. Dus ik wens jullie ook vanaf hier heel veel succes. En wie weet treffen we elkaar op een van de avonden nog wel. Ja, en laten we dan ook afspreken dat als jullie nog eens een keer een primeur hebben, dat je ons belt om het ook te vertellen, zeg maar. In plaats van zo'n interview als dit, hè? Ja, goed. Dit is een mooie cliffhanger. En misschien doen we het volgende keer weer anders. Wordt vervolgd. Bart, dankjewel. En wij wensen je verder een fijne avond. Hey, graag gedaan, hè. Succes, mannen. Dank je, hoi. Dit is Loco Radio met Ballistic Bros.
Je wou al gaan praten, hè? Nee, ik wachtte nog even. Ik zag nog 20 seconden. Ik denk, dat kan niet goed zijn. Nou, dat, soms hoeft dat niet altijd wat te zeggen, hè? Klopt. Maar in dit geval, we hebben hem vaker gedraaid. Het was... Lieve und... Oh nee, lieve and let live and, die. Ja, dat is verkeerd and, geschreven, denk ik. Live and let die, ja. Yep. Op de cd-speler staat lieve. Ah, oké. Okay. Zie je, daar komt hij. Zie je, lieve. Lieve. Oh, op die manier, ja. Lieve Andy. Maar even let over primeurtjes. Die. Hey. Let die. Primeurs. Ja, primeurs. Je weet het misschien nog niet. Nee, dat klopt, want het is ook een primeur. Ja, als het een primeur is, weet ik het nog niet. Maar Amigo uit Leiden, wie kent ze niet? Die, die zijn natuurlijk ook bezig met hun, zullen we zeggen, nieuwe show. Rollercoaster. Maar ze hebben dus nu besloten om de opmars in ons programma bekend te gaan maken. En de opmars van het... Zullen we een cliffhanger doen? Ja, komt volgende week. De opmars die komt dan straks. Oh, heb je de cd? Heb je een nummer daarvan? Ik heb geen koffer bij me vandaag, want ik kon niet naar huis door om even maar op weet te je halen. Wat we kunnen doen? Dus we ik heb vandaag wel. De C-koffer bij me. We kunnen de muziek laten afspelen op YouTube. Dat is een goeie. Want ik heb de link namelijk gekregen in Twitter. En, die heb jij in mijn vind dan? Die hebben ook in de mail staan. Dus, oh, die staat ook in de mail. Allicht. Dus dan, dan ga laten ik even we de, kijken. Dat is een cliffhanger. Amigo die heeft een primeur over de opmars. We gaan dus bekendmaken welk nummer de opmars is. Wil je dat nou weten? Dan moet je gewoon even blijven luisteren. Want hoe even dan? Nou, zeg maar, ik denk dat jij van, hem nu gaat... Ja, dan moet ik even... Wacht, moment hoor. Het gaat allemaal heel snel hier, hè? Oh, wacht. Ja, wacht, ik ben er, stop, al, ben er al, stop, ben er al. Stop, niet doen. Oké. Okay. Komt-ie. Ja. Komt-ie, hè? Zo. Dat was meer dan genoeg. Ik denk het ook. Als je het nu nog niet weet... Ja, dan nog even een klein stukje. Ja, dan heb je van die mannen met geschminkte gezichten. Ja? Ja, ik heb laatst een advertentie... geen kaartje gekocht. Maar ik zag laatst ergens een advertentie of een reclamespotje. Ik weet niet eens meer, maar dat ze kwamen. Het is natuurlijk gewoon Kiss en I Was Made For Loving You. Dat wordt in ieder geval de opmars van Amigo uit Leiden. Rollercoaster en Kiss. Leg eens uit. Ja, ik durf het niet te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat je verliefd bent op achtbanen. Als Kiss. Nee. Maar dat je gewoon... Dat het gewoon... Dat je, ja, dat je het vindt om... I was made for loving you. Je bedoelt liefde voor de achtbaan. Ja. Ja, dat kan ook. Maar hoe dacht jij dan? Ja, dat weet ik niet. Ik zat even te denken. Kiss, rollercoaster. Misschien in de zin van dat Kiss nogal een op- en neergaand leven heeft gehad. Zou ook nog kunnen. Een achtbaan aan... Zou ook nog kunnen. Wie weet luistert Amigo of iemand van Amigo. Want ja, zeggen de vereniging. Ja, ik denk dat kan ook. De instrumenten zullen weinig terugzeggen. En kunnen ze ook nog een kleine verklaring geven omtrent de keuze van de keuze. Ja. En wellicht is het ook gewoon heel simpel van hij valt er wel meteen lekker in en iedereen kent hem. Ja, dat en zeker weten. Je sluit het publiek meteen in je armen omdat je eigenlijk aangeeft van wij waren er voor jou. Als Amigo om... En wie weet is dat het wel. Maar heeft iemand anders een idee waarom het zou kunnen zijn? Of is er gewoon iemand van Amigo die luistert en die weet het gewoon helemaal zeker? Laat ons het gewoon even weten. En dan kunnen wij erop op inhaken. Dat is in ieder geval wat betreft Amigo. We gaan even naar Maastricht. Ja, goed idee. Stukje vanuit muziek. Leiden. Thank you.
straatmuziek bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties, mail of twitter ons. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass.
zal ik hem eerst nog even afronden? Oh ja, dat mag. Ja, dat was Concordia Oldenbroek met Morricone's Melody. Ik dacht een keer een vereniging uit de buurt. Maar eigenlijk moeten we dan even een ander nieuwsberichtje lezen. Wacht, dan stoppen we de track van de week nog even. Want ik vind wel even dat we dan meteen, als we dan toch... Maar wacht, ik heb hier wel wat. Jij wil dit, hè? Oh, dat is beetje, Smoke on the Water. Ja, dat is ook lekker, hè? Op zijn maar, tijd. Maar laten we dan nog even hebben snel over het ONSK. Die is niet meer. Die heb je al weggehaald bij ons? Die heb ik weggehaald. Okay, sorry. Nou ja, goed. Dat was deze nu geworden. Dan pak ik hem er wel weer even bij. Want het ONSK dat wordt weer gehouden aanstaande zaterdag. En ze hebben ook wel wat deelnemers uit de omgeving van Oldenbroek. Nou, ja, ONSK heeft voor de luisteraars die het niet weten het Open Nederlands Slagwerkkampioenschap. Daarom, dus, en dat sluit ook weer heel mooi aan bij de track van de week eigenlijk, hè. Dat kunnen we ook weer zover zeggen. Nou, wat hebben we toch weer een fantastisch samengesteld programma vandaag. Veel bruggetjes. Ik denk dat de voorzitter wel trots op ons is. Ik denk het ook. In de basisklasse hebben we in ieder geval Excelsior Oostendorp, dat is de B-slagwerkgroep daarvan. Zij nemen hier deel aan. Nou, CMA Percussie Ensemble uit Hattem, ook niet ver weg. Slagwerk Ensemble Juliana uit Doornspijk. Zij komen dus allemaal uit in de basisklasse. En nog een aantal andere. Nou, dan hebben we in de middenklasse hier uit de omgeving geen deelnemers. Het zijn er ook maar twee. Misschien nog even leuk, in de basisklasse spelen zij de compositie Liberty. En in de topklasse is er ook nog een korps hier uit de omgeving. En dat is twee zelfs. Het slagwerkensemble Elspeets van Varen Korps. Zij spelen Fantasia. Evenals het aanslagwerkgroep Excelsior Oostendorp. Zij zullen dat werk ook gaan spelen. En zij komen uit in de topklasse. Dus beide, in de basis en in de topklasse. Ja, want, maar dat is B en slagwerk en A-slagwerk, ja. Inderdaad. En we werden hierop geattendeerd door Wiebrand van Orgel. Dus dat is ook volgens mij zijn korps. Het slagwerk Elspeets van Varen Korps. Ja. Die komt dus uit in de topklasse met het werk Fantasia. En dan nog even terug naar de track van de week dan. Ja, laten we dat doen. Even gewoon weer... Van de week. Gewoon zo alsof er niks anders aan de hand was, dat we al een hele tijd met de track van de week bezig waren. Want de track van de week is natuurlijk weer flink opgestemd. Ik moet zeggen, tijdens de uitzending nog weer veranderd, hè, die uitslag. Klopt, alleen het is niet genoeg geweest. Het is gewoon helaas net niet, hè. Het was ook op het randje, hoor. Het was misschien moet je wel even uiteindelijk, de stemverhouding zien. Ja, precies. Ja. Het is uiteindelijk 5 tegen 31 geworden, dus het is net niet. Dat is jammer. Dat is jammer. Maar wel goed hun best gedaan, die Seven Seas. Wat dat betreft vind ik het niet een hele grote ramp. Want wij hebben niet heel vaak slagwerknummers in de uitzending. En dat blijkt dus dat daar toch wel vraag naar is. En als we het dan toch hebben over het Open Nederlands Slagwerkkampioenschap en over Records Groove, dan past het gewoon heel mooi bij elkaar. Ades Musica, voor de tweede keer op rij winnen zij de track van de week. En we gaan luisteren naar dit nummer.
Wackles Groove van Adest Musica uit Sassenheim dus. Ja, en inmiddels hebben wij aan de telefoon ook een persoon hangen die wij ook al wel vaker dan één keer hebben gesproken in de uitzending. Jaap van Dingen, goedenavond Jaap. Goedenavond. Ja, even voor de mensen die niet meer helemaal weten waarom wij elkaar vaker spreken. Jij bent organisator van een taptoe en niet zomaar van een taptoe. Misschien kun je zelf nog even kort vertellen waarom jij de organisator van die speciale taptoe bent. Ja, ik ben in 2010 begonnen. Toen dacht ik van nou, er moet dus een taptoe voor het goede doel komen. Ja. En toen heb ik Kika heb ik genomen daarvoor. En we gaan nu binnenkort met de derde editie van start. Ja, inderdaad, want de eerste editie was 2010 uit mijn hoofd, zo zei je ook net trouwens. Ja, klopt, de vorige editie, de tweede, was in 2013. Ja, in de Maaspoort in Den Bosch. En nu is hij dus in 2015 weer. En dan betekent dat dus logischerwijs dat er volgend jaar weer een editie is. 3, 2, 1. Zou je haast denken, maar ja. Dat is niet te behapstukken nee, om het op zo'n korte termijn weer te doen. Nee, nou ja, goed, laten we ook nog maar niet helemaal vooruitkijken, want we hebben eerst de editie van dit jaar nog te gaan. Kun je eens even kort vertellen wat er mensen staat te wachten dit jaar, deze editie? We gaan er natuurlijk weer voor om een zo groot mogelijk bedrag binnen te halen wat overgemaakt wordt naar de stichting Kika. En daar heb ik gelukkig weer een flink aantal korpsen voor bereid gevonden die daar belangeloos aan mee willen werken. Kijk. En dat zijn niet de minste. We hebben KNG uit Leiden. Ja. Die twee shows gaat doen en ik zal gelijk een primeurtje geven. Kijk, tijdens de Tattoo voor Kika is de première van de nieuwe show. Kijk. En dan ben ik stiekem wel een klein beetje benieuwd. Heb je ook al een titel van die show? Of? Ik weet hem wel, maar ik mag hem niet zeggen. Oké. Okay. Dus toch weer zo'n cliffhanger. Dus de hele avond hebben we daar al wat mee. Want ik heb altijd een jeugdkorps erbij. Ja. Ze hebben in 2010 trouwens ook al meegedaan. Ja. Dan hebben we de Rijnmond Band uit Schiedam. Showkorps Excelsior uit Delft. Ja. Militaire tintje van de Band of Liberation uit Leiden. Mhm. Dan marching band ATM uit Amsterdam. Mm-hmm. En die maken een klein stukje Jordaan van op de vloer. Ja. En mijn eigen clubje, de Bezuin uit Leerdam. Wat dan? En dan hebben we nog een extraatje. Dat is namelijk het blaasorkest Hop. Ja. En die spelen vooraf en in de pauze. En dat zijn een stelletje rasmuzikanten. Ja. Want dat zijn allemaal beroepsmuzici die bij een aantal militaire orkesten en bekende popbands spelen. Oké, daar ben ik dan ook wel benieuwd naar hoe dat klinkt. Nou, zoek maar eens een keertje op YouTube, maar hop. Dan weet je niet wat je hoort. We gaan dat zeker even doen als dat lukt, zo meteen nog even. Want ik wou dus eigenlijk nog zeggen, wat dat betreft, Leiden is goed vertegenwoordigd dus met drie afgevaardigden. Ja. Band of Liberation, officieel Leiden, maar de muzikanten komen dus overal vandaan. Een beetje uit overal vandaan, ja, inderdaad. Ja, precies. Hey, en kaartverkoop is al gestart? Kaartverkoop is al gestart. Dat kan via de site. En dan heb ik weer de, net als elke keer, de medewerking van O-Ticket. Ja. En dan kunnen ze dus online bestellen, zelf de ticket uitprinten. En er zijn ook tickets die in de voorverkoop liggen bij het sportcentrum Koning Willem-Alexander. Ja. Waar het gehouden wordt, in Hoofddorp ditmaal. Mm-hmm. En eventueel natuurlijk nog de avond zelf. Ben ik toch even benieuwd, waarom dit keer naar Hoofddorp? Ik wil een andere regio. Ik had weer teruggekunnen naar de Maaspoort in Den Bosch. Ja. Maar, want die direct daarna zijn ze weer plan je volgend jaar weer in. Maar daar heb ik de medewerking gehad van de niet schrijvende pers in Brabant. Oké, okay, dus dat was wel even jammer, maar niet meer naar Brabant? Niet meer naar Brabant, nee. Nee, oké. Okay. Dus Hoofddorp, dat is het deze keer. Laten we het even nog een keer concreet maken. Wanneer, wat kost het, hoe kunnen ze aan de kaarten komen? Het is al binnenkort. Kleine 3 weken, zaterdagavond 25 april, ja. In het sportcentrum Koning Willem-Alexander in Hoofddorp.
De zaal gaat open om 6:30 en dan speelt dus Hop. Ja. Programma staat exact om 7:30. En kaarten kunnen besteld worden via www.tattoovokika.nl en aan de locatie zelf. En wat kosten de kaarten? De kaarten kosten, en dan voor wat je ervoor krijgt, 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. En de hele opbrengst gaat naar Kika, of niet? De hele opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de stichting Kika. Ja, nou eigenlijk vanwege het deelnemersveld is het al geen reden om thuis te blijven. En er komt ook nog het goede doel erbij en de prijs. Al met al volgens mij voldoende redenen om gewoon 25 april naar Hoofddorp af te reizen. Op de achtergrond horen we Hop. We hebben even opgezocht. Dat is mooi. En nou, dat laten we nog even zo een stukje van horen. Adrie. Ja, helemaal duidelijk dacht ik. Ik zeg, iedereen moet komen. Wij noemen het volgende week ook gewoon nog eens een keer even in onze uitzending. En proberen er nog wat aandacht aan te geven. Ja, hebben jullie trouwens al een beetje idee hoe de kaartverkoop loopt tot nu toe, of niet? Nog niet echt super, maar het heeft nog niet... het heeft in januari al een keer in de krant gestaan daar in de regio. Ik heb vandaag nog contact opgenomen met twee bladen uit Haarlem en Hoofddorp. Ja. En die gaan deze week, uiterlijk volgende week, in de gedrukte versie een artikel plaatsen. Want daar moeten we toch van hebben. Niet van allerlei sites van de kranten, want merendeel komt daar niet. Daarom. Nou, dan hopen we dat het dit keer wel goed gaat. Jaap, we wensen je nog heel veel succes met de voorbereidingen richting 25 april. Wij gaan er ook nog wat aandacht aan besteden op de radio en via Twitter. En we hopen op een groot succes ook voor Kika. Bedankt voor het interview. En voor nu in ieder geval nog een hele fijne avond gewenst dan. Graag gedaan en jullie ook nog een fijne avond. Goed, dankjewel. Tot ziens. Jo, dag. Ondertussen gaan wij luisteren naar een van de deelnemers die daar dus te horen is. Ja, op de achtergrond zeiden we al de band Hop, de faceband. Maar ik heb ook nog een ander nummertje klaargezet. Kunst en genoegen uitleiden met Grace Kelly. Kelly was dat dus van KNG uit Leiden. Ja, en nou, we hebben ondertussen ook nog even een reactie gekregen vanuit Leiden. Als ze over Leiden hebben. Amigo, die heeft ook gereageerd waarom het juist Kiss was, is met I Was Made For Loving You. Oh, ik dacht waarom de show, zeg maar, hoe de show in elkaar zat. Las ik het tenminste. Oh, maar, okay. Ja, goed. Rollercoaster is een aaneenschakeling van bekende nummers die een uitgesproken emotie vertegenwoordigen. En muziek die door de oorspronkelijke artiest is gebruikt als uitlaatklep van gevoelens. En daardoor is het dus Kiss met I Was Made For Loving You. Wat dus past als opmars bij de show Rollercoaster.
En wij danken Frank Scepter in ieder geval voor het geven van deze primeur ook in onze uitzending. De track van de week die volgende week tegenover die van Ades wordt gezet, die hebben we ook klaarstaan. En dat is dit nummer. Ja, gewoon een slagwerknummer erbij. En je hoort natuurlijk niet heel veel. Maar wil je hem helemaal? Gewoon een slagwerknummer is nee, al sorry. Goed woord. Maar ja. een slagwerknummer er tegenover om de strijd ook wat eerlijker te maken misschien. Wat heftiger. Dit is van de cd van showband Antonius uit Brunsum. En het nummer heet Rudimental Moves of Critical Notes. Het is het beide? Ja, het is beide, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, daar neemt Wackles Groove het tegenop. En er kan dus zo dadelijk gestemd worden. De poll die wordt nu ingevoerd en die wordt online gezet. En dan kan je dus stemmen op jouw favoriete track. Deze uitzending, veel primeurtjes en ook veel halve primeurtjes. Want allereerst hadden wij Bart van der Vliet aan de telefoon over Advendo. Een primeur op de showavond. Die heeft hij nog niet verteld. Als je die wil horen, dan moet je gewoon even gaan op 17 of 18 april naar Snake. Waar je dus Advendo ziet spelen en hoort spelen op de showavonden. En dan zie je een primeur, of krijg je in ieder geval een primeur. Later een primeur van Amigo, de opmars I Was Made For Loving You van Kiss. Dat wordt hun opmars. Nog een tweede primeur, en dat is ook wel weer een halve primeur, maar wel een leuke. Kunst en Genoeg uit Leiden speelt op de Taptoe voor Kika op 25 april. En zij spelen daar twee shows, waaronder hun nieuwe show. En dat is dus ook de eerste keer dat zij die in Nederland laten zien. Wat de titel ervan is, dat hebben wij nog niet kunnen ontfutselen. En ik denk ook niet dat we daarachter gaan komen voor 25 april. Dat betekent gewoon dat je nog een extra reden hebt om gewoon naar Hoofddorp af te reizen. Want de kaartverkoop is al niet duur. Het programma ziet er geweldig uit. Het is ook nog voor een goed doel eigenlijk al met al voldoende redenen om naar Hoofddorp af te rijden en de Taptoe voor Kika. Absoluut. Top. De track van de week, wou ik nog even zeggen, staat inmiddels online. Dus daar kan op gestemd worden, www.ballisticbrass.nl. Ja, en volgende week... Dan hebben wij ook nog een interview. Zeker. Met wie? Dat is de 14e, hè, volgende Klopt. Week. Dan hebben wij het Arnhems Trompettenkorps in de uitzending. Oké, weet je ook al waar het over gaat? Gaat over de open repetitie die zij gaan hebben en over het programma wat komend jaar gespeeld gaat worden. Gewoon eens even een babbeltje, zeg maar. Nou, maar dat is ook wel leuk. Ja, absoluut. Iets wat we eigenlijk vaker zouden moeten doen, maar dat gaat vast goed komen met nog heel veel tijd voor de boeg. Daarom. Op de achtergrond de zilvervloot, zoals je waarschijnlijk wel hoort, van de Koninklijke Militaire Kapel. Volgende week dus zijn wij er gewoon weer dan met het Arnhems Trompettenkorps in de uitzending. En wat ons betreft, tot dan. Volgende week. Hoi, hoi.